28 mei. We hebben een heerlijke tijd elke dag als we het hebben over de Heilige Geest, wat Hij allemaal voor ons is, wat voor een helper Hij is. In Handelingen 1 vers 4 heeft Jezus ons geleerd, in de eerste versen van Handelingen 1, daar laat Jezus heel nadrukkelijk zien wat Hij allemaal voor ons wil betekenen, de Heilige Geest. Hij zei, toen ze samen waren, toen beval Hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van mij gehoord hebt. Jezus had hun alles over het Koninkrijk van God verteld, staat er in vers 3. Hij had hun alles nog een keer doorgenomen. Hij zei, ik ga voor u heen. Ze wisten, ze waren er allemaal van doordrongen dat hij heen zou gaan. Hij zou er straks niet meer zijn. Maar hij had nadrukkelijk gezegd, er zal een andere trooster komen. En dat zal de helper zijn, een bron van kracht, een bron van sterkte, van wijsheid. Het zal een vuur zijn. Maar, zei hij, je mag niet eerder aan de slag gaan om mijn koninkrijk te verkondigen, of eerst moet het vuur komen. En daarom, wacht in Jeruzalem. Wij moeten eerst altijd wachten op de Heilige Geest, want zonder hem kunnen we niets doen. U vergist zich zeer als u het werk kunt doen zonder de Heilige Geest. En hoe waren ze biddend en wachtend, totdat de Geest kwam? Er staat dat de Heilige Geest kwam over een ieder. Op een ieder staat. Het was niet zo dat Petrus een heel groot vuur kreeg en dat anderen een klein vuurtje kregen. Er staat, het verdeelde zich op een ieder van hen. En dat vuur wil in u komen, ook op u. Maar het eerste wat u moet doen, wachten totdat u komt. U zult hem eerst moeten ontvangen. U zal eerst uw hart moeten openen. En dat doet u wachtend, dat doet u biddend en dat doet u volhardend. En dan komt hij, en als hij komt, dan komt hij met een geweldig vuur. Dan komt hij met een geweldige kracht. Dan komt hij in een geweldige overvloed. Vergeet het niet, hè? Als u hebt gedronken van het water, dan komt hij binnen en dan gaan de rivieren weer uit hem stromen. Vier machtige rivieren. En de een is nog sterker dan de ander. En het zal de wereld aanraken. Die hele wereld. Alles rondom ons heen is door en droog. Maar wij hebben een antwoord. Levende wateren zullen uit uw binnenste vloeien. Laat het ook vandaag gebeuren. In uw omgeving. God zegen u.